Volgens mij wilden we hem zo, hè? Goed. Is het goed, toch? Ja, prima. Misschien is het wel leuk. Zijn we al live, of niet? Ja. Geluid uit.
zijn. We gaan even kijken. Ik denk dat het lukt, hoor. Ja, volgens mij zijn we weer live. Goedenavond allemaal. Leuk dat er zoveel mensen meedoen. Heel leuk dat er zoveel mensen meedoen. 42 mensen zijn ingelogd op dit moment. Minstens. Minstens. En we zijn live. Ja, ik hoor wel dat er met de verbinding wel wat... Troubles zijn. Nou, troubles zijn. We wachten eventjes af. We krijgen berichten door dat de verbinding niet goed is. Nee, dus dat moeten we even checken. Verbinding gaat niet fijn, nee. Gaat nog niet goed, nee. Stil beeld. Ja, dat rotte is als we die stream nu gaan maken. Sorry. Misschien is het leuk als jullie een fotootje zometeen eventjes kunnen maken en dan een van ons twee kan doorheppen. En dan kunnen we dat straks halverwege, dan kunnen we dat eventjes gewoon via de camera laten zien hoe dat jullie het beleven. Dus precies. Ik zou zeggen, we gaan beginnen. Nou, uitleg van de quiz. Hetzelfde als de Koningsdagquiz. 5 vragen. Nu per provincie. Meer keuze, antwoorden op het formulier zetten, niet googelen. En de winnaar wordt in de afloop direct bekend. Zeker. En de eerste vraag, die heeft natuurlijk te maken met de naam van deze quiz, Denkend aan Holland. En voordat we met deze quiz beginnen, moeten we natuurlijk even het gedicht voorlezen. En de eerste vraag heeft daarmee te maken, want wie heeft nu dat beroemde gedicht Denkend aan Holland geschreven? En ik wil het gedicht toch even voordragen, want dat hoort er al bij, hè? Toch? Even wachten. Ja, dat is goed. Ja, is goed. Ja. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Rijen ondenkbaar, ijle populieren als hoge pluimen aan de einde staan. En in de geweldige ruimte verzonken, de boerderijen verspreid door het land, boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en olmen in één groot verband. De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in grijzige, veelkleurige dampen gesmoord. En in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord. Nou, jullie hebben tijd genoeg gehad om na te denken over deze eerste vraag. Want wie schreef dit beroemde gedicht Denkend aan Holland? A. Henriette Roland Holst. B. Hendrik Willem Marsman. Of C. Gert Cornelis Komrij. Je krijgt een halve minuut om de vraag te beantwoorden. En de tijd loopt. De tijd loopt. Beroemd gedicht. Beroemd gedicht. Prachtig gedicht ook. Hè. Mooi gedicht. Echt Nederlands. Het klopt helemaal. Echt Hollands. Helemaal goed. Ja, vanmiddag op de mountainbike hebben we die populieren nog gezien. Prachtig. Het was schitterend. Brede water. Die brede rivieren niet. Maar goed. Jawel, de Westerschelde. Oh, ja, toch wel. Gewoon de Westerschelde. Altijd. Oké. Denkend aan Holland. Vraag 2. Vraag 2. Gaat over Zeeland. Ons oude Zeeland. Hoe heet het meest noordelijke Zeeuwse eiland? Is dat Goeree-Overflakkee? Is dat Schouwen-Duiveland? Of is dat Noord-Beveland? Dus sommige vragen krijg je een tip. De tip bij deze vraag is, het is in elk geval een eiland die een dubbele naam heeft. Ja, het is of Goeree-Overflakkee, ja. Of Schouwen-Duiveland, of Noord-Beveland. Zeg het maar. We gaan het niet zeggen. Wij zeggen het niet. Nou, we hebben het wel gezegd, maar we hebben het alle drie gezegd. Ja, dat klopt. Vraag 2. Uit hoeveel geografische delen bestaat Zeeland? Is dat A6? Is dat B7? Of is dat C8? Ja. Dus hoeveel eilanden
eilanden, eilandengroepjes, delen zijn er in Zeeland. 6, 7 of 8. 15 seconden nog. Weet jij het? Ja. Wij weten dat. Wij weten dat. Wij van de heemkundige kring, wij weten dat. Dat is onze stuw. Zeker. 5 seconden. Maar 3. Wat is de hoofdstad van Zeeland? Ja, dat is een makkie, hè? Maar er zijn ook jonge kijkers, hè? Zeker. Maar Nikje ja. Is erbij. Zeker. Die is 11. Maar die weet het wel. Ronald Zuidweg is erbij. Die weet het ook. Weet het ook. Waar is deze foto gemaakt? Dit is Vlissingen. Dat is wel grappig. Die staat er ook weer niet bij, natuurlijk. Het is de gevangenentoren, hè? Ja. Boulevard. Ja. Mooi. Tijd voor vraag 4, denk ik. Komt-ie. Buis Ballot is een BZ'er. Een bekende Zeeuw. Je ziet hem op de plaats, zie je hem daar. Maar wat heeft hij gestudeerd? Waarom was hij zo bekend? Was dat A, medicijnen, B, rechten of C, natuurkunde? Weet je waar die geboren is, Buis Ballot? Vlietingen. Vlietingen. Ja? Ja, het voormalige Ostrea. Dat heette ook het Buis Ballot College. Ja. Bij de Grote Kerk staat zijn geboortehuis. Ja. Ja. Er zit ook een plaat aan de muur dat daar buiten wordt geboren. Ja. 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 Zijn vader was dominee. Zeker. Stukje achtergrond. Stukje cultuurhistorie. Zo is het maar net. Hij was goed gedecoreerd ook. 3 seconden. Buiten wordt niet gezien. Schitterend. Vraag 5. Vraag 5. Begin 2020 was er een rel tussen Zeeland en Den Haag. Waarover ging dat ook alweer? Was dat een verbetering van de deltawerking? Was dat over de marinierskazerne? Of was het over het subsidiepotje windmolens? Tijd loopt. Ja. Dus de abdij, hè? Middelburg. Is Middelburg. Ja, voormalig klooster, maar daar zit natuurlijk ons provinciebestuur, hè? Ja. Ja. Ja, die hebben inmiddels 50 miljoen, wat was het? Binnengeharkt. Als compensatie? Compensatie zo. Uit deze ruil. Zo. Dus, ja. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Dat was Zeeland. Ja, door naar de volgende provincie. Ben benieuwd. De volgende provincie is? Zuid-Holland. Zuid-Holland. Wat is de meest westelijke plaats van Zuid-Holland? Ah. Is dat A, Rokanje? Is dat B, Oostvoorne? Of is dat C, Hoek van Holland? Ja, dat is een makkie. Makkie. De meest westelijke plaats van Zuid-Holland. Ja. Heb je in groep 6 heb je dat al geleerd? Ja. Eventueel klas... Ik niet hoor. Klas 4. Ik heb het pas opgezocht. Je pas op. Ja. Heb jij wel in groep 6 gezeten? Ja, zeker. Dat wel. Nou, klas 6 was dat toen. Nou, nee, dat was klas 4. Oh ja. Oh ja. De basisschool telde niet meer, hè? Meester Jos, denk ik. Vraag 7. Gaat ook over Zuid-Holland natuurlijk. Hoe heet de waterkering in de Nieuwe Waterweg? Is dat de Westlandkering? Is dat de Westmaaskering? Of is dat de Maaslandkering? Nee, een beetje raar geschreven, maar vooruit. De Westlandkering, de Westmaaskering of de Maaslandkering? Maaskantjekering. Nee, dat is ergens anders. Ja, dat is ergens anders. Vlakbij Schijndel. Schijndel. Doet Schijndel ook mee? Schijndel doet ook mee, zeker te weten. Schijndel de jekste. Ja, en hebben we nog een tip? Het is iets met Maas of iets met West? En kering. Of iets met land. Een kering zit er sowieso. Ja. 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 En de koe kijkt steeds naar het goede antwoord. Hè? Welke koe? Oh, ja. Ja, rechtsonder. Dat zien? Ja. Aan den einde staan. Ja, dat is mooi. Hè? Vraag 8. Den Haag vormt het hart van onze democratie. Hoe noemen we het complex waar vergaderd wordt? Is dat A, de Trevenzaal? Is dat B, het Binnenhof? Of is dat C, de Staten-Generaal? Dus waar in Den Haag wordt er vergaderd? Trevenzaal, het Binnenhof, de Staten-Generaal? Mooi, hè? Zo'n zetel. Dat is goed om te weten. Belangrijk om te weten. Zou je ook niet zo'n zetel willen? Dat is echt een zetel. Vet, hè? Ja, dat is echt mooi. Dat zijn mooier dan de Borstelse zetels. Uiteraard. Dat is ook landbestuur, hè? Is ook zo. Belangrijk. 3 seconden. Vraag 9 alweer. Ja, ga snel. Gaat goed. Waar worden de overledenen... De overledenen, sorry, is een typfoutje. Ja. Waar worden de overledenen van het Koninklijk Huis bijgezet? Is dat... In de Oude Kerk in Delft? Is dat in de Nieuwe Kerk in Delft? Of is het in de Pieterskerk in Leiden? Ik weet het. Ik denk dat we bij deze vraag ook een tip hebben. Het is in een kerk. Het is in een kerk. Ja. Mooi, hè? Praalgraf van Willem van Oranje. Ja. Ja.
Dus het toegang tot de grafkelder. Hè? Ja, dat gaat open. Hè, ja. Ja, trap naar beneden. 3 seconden. Weet jij wie er naar binnen mag in kelder? Ja, dat weet ik zeker. Dat zijn de leden van het Huis van Oranje. Huis van Oranje. Mm-hmm. En de burgemeester van van de stad. Van de stad. Ja. Ik zeg niet de stad, hè? Ja, nee. Nee, maar het klopt. Vraag 10 is voor jou, Gerard. Zeker. De Maastoren in 010 is de hoogste toren van Nederland, waar je kunt wonen en werken. Op welke foto zie je die Maastoren, de Maastoren in 010? Is dat op foto A, op foto B of op foto C? En we verwachten dat Ronald Zuidweg deze vraag in elk geval goed heeft. Met gemak. Die we... ja. Oh, en Cor ook. Cor Viret, die moet hem ook goed hebben. Ja? Ja, is ook een kakkelak. Ja. Oh, ja. Ja, zeg je dan niet. Zeg ik het? 3 seconden. Ga ik dat doen? Sorry, Cor. Sorry, Ronald. Volgende provincie, en dat is natuurlijk Noord-Holland. Noord-Holland, we fietsen naar boven. Vraag 11. Vraag 11. Hoeveel kruisen staan er op een Amsterdammetje? Ja. Zijn dat er 2, 3 of 4? En als je afvraagt wat een Amsterdammetje is, dit is een Amsterdammetje. Ja, dus zo'n, zo'n paaltje metalen waar paaltje, hè? Lekker je bumper op kapot kan rijden. Ja, hè? Dat is... en je friet tegenaan kan zetten. Dan staat hij ook scheef. Zou kunnen. Hoeveel kruisen staan er op een Amsterdammetje? 2, 3 of 4? Ja, ik Amsterdammetje. Dat is nog meer. Dat is ook een... oh, sorry, ik stond ervoor. Ik stond ervoor? Nee, ja, ja. Een bierglas is ook een Amsterdammetje. Dat weet ik niet. Voor mij een jong kind die in Amsterdam woont. Het is ook een Amsterdammetje. Ja. Mooie stad. Ja, dit is een vraag die is best pittig, denk ik. Want welke klederdracht is Volendams? Nou, goeiedag. Heel veel mensen zijn natuurlijk al in Volendam op die, de beroemde foto geweest. Maar ja, is dat A, is dat B of is dat C? Het is iets met streepjes, het is iets met zwart. Het is toch niet dat het alle drie Volendams is? Het is niet al... Nee. Marken zit er ook bij en nog zo'n vissersdorp. Oké, okay. Nou, leuk. Dit zijn die twee van BZN. Weet je ze ook alweer? Jan en... Anita? Nee. En Ray. Ik weet het niet. De zangeressen van BZN, kom op, die kent toch wel. Is er maar eentje, één zangeres bij BZN. Met Carola met die spleet en... Is dat zo? Ja, en Annie Schilder. Nou, dit is Carola en dit is Annie Schilder. Nee, is niet waar. Nee? Nee, is niet waar, mensen. Is niet waar. Vraag 13. Ja. Hoe heet het plein in Alkmaar waar al sinds 1365 kaas wordt verhandeld? Zeker. Is dat het Kaagplein, het Maagplein of het Waagplein? Ja, zullen we een tip geven bij deze vraag of niet? Eindigt op Aagplein. Het is iets met Aag. Ja, het is iets met Aag. Ja. Het is 1365. Goeiedag. Hoe lang is dat geleden? Lang. Lang. Dus nou kan ik niet rekenen. 3 seconden. Lijkt Peter Jan eens wel. Nee, het lijkt Jan Lucas er wel. Jan Lucas, ja, kan. Maar niet langer, hè? Ja, dat weet je niet, hè? Ja, dat weet ik wel. Oh. Ja. Dan, ja. Vraag 14. Vraag 14. Nou, ook weer een hoofdstedenvraag. Wat is de hoofdstad van Noord-Holland? Is dat Haarlem? Is dat Amsterdam? Of is dat Alkmaar? De kaasstad. Ja, goeie vraag. Ja, dank je. Ja, het is iets met een... Er zit een A in. Ja. Ja. En een M. En een M. Ja. Ja. En een R zit er ook in. Ja. Er zit, 3 seconden. Zeg nog, er zitten 2 A's in, minimaal. Vraag 15. Hoe heet de zeewering die petten beschermt tegen het wassende water? Is dat de Hondsbossen zeewering? De katkrachtige zeewering? Of de Schaapstelse zeewering? Ja, je voelt hem al aankomen, zeker de tip. Ja. Het is iets met een dier. Je had het geen eens hoeven zeggen. Om Fukushima te voorkomen, dit. Hè? Is dat zo? Nou, ja, dat denk ik. Oh ja, zo. Petten hebben we toch... Ja, is dat een nucleaire... inrichting? Test, faciliteit. Handel. Gevaarlijk. Het wassende water, hè, we hebben het gehoord. De dreiging. Ja. Ja. Hopelijk gaat het goed thuis ook, hebben de mensen. Ja, ik hoop het van harte. Oei! Volgende provincie. Welke provincie is dit? Ja, ik denk dat het Friesland is. Het is Friesland. Friesland, boppa.
Maar welke stad is niet een van de Friese 11 steden? Ja, zeg het maar. Staveren. Van de 11 steden tocht. Van de 11 steden tocht. Staveren, Heerenveen of Sloten? Sloten weet ik niet meer. Dat is niet. Volgens mij is dat Slits of zo. Nee, Snits. Dat is Sneek. Nee, maar Slits ook. Oh, Slits. Nou, Staveren. Er woont hier iemand op het dorp die weet het. Ik krijg zo meteen een appje. Let op. Heerenveen of Slits. Ja, ik weet ook. Ik krijg zo meteen een appje. Ja. Dit is het kruisje, hè? Het Elfstedenkruisje. Ja. Heb jij hem? Nee. Ik denk ook niet dat ik daar voor ingelood ga worden. Hoezo niet? Nee. Denk ik niet. Komt zo nog een Elfstedenvraag. Ja, oh, Elfsteden zijn natuurlijk zo belangrijk. Vraag 17. Ja. Wat is de Nederlandse vertaling van het Friese pompenblad? En dat is het bladje wat op de Friese vlag staat. En ook op het shirt van Heerenveen en zo. Is dat een pompoenblad? Is dat een lindeblad? Of is dat een waterblad? Het pompenblad. Pompenblad. Vind je dat mooi, zo'n pompenblad? Het is natuurlijk geen Zeeuwse vlag. Geen Zeeuwse vlag. Het zijn wel de goede kleuren. Ja, dan wel. Ja, maar dat is sowieso rood-wit-blauw. Hè? Vraag 18. Ja, dat is echt een vraag. Nou, dit is echt een... Of voor Leo Uitroep. Ja, Leo weet het. Leo weet het. Ja, Leo ja, weet. Maar er zijn meer mensen die het weten. Ja. Hoe heet het stoomgemaal in Lemmer? Ja. Is dat het ingenieur Wouwgemaal? Is dat gewoon heel simpel het gemaal van Lemmer? Kan, hè. Of het stoomkanaalgemaal? Het stoomkanaalgemaal. Weet jij trouwens wie de beer uit Lemmer was? Ja, is. Is, hè? Rientje Ritsma, hè? Sprintje Flitsma noemen we hem ook wel, hè? Beer uit Lemmer. Ik krijg er net door. Sloten is Sleert. Sleert. Dus is hier Woudergemaal, gemaal van Lemmer of het stoomkanaalgemaal? Ja. Is dat gemaal of niet? Dat is dat gemaal, gemaal. Ja, dus echt aanrader als je daar in de buurt bent. Is dat anders dan het gemaal Groene Wegen? Het is hetzelfde principe. We zijn toe aan vraag 19. Wat als je het nou over een kanaal hebt, het kanaal van Friesland, dat is natuurlijk het kanaal waar de Elfstedentocht finisht. Hoe heet dat kanaal? Is dat A, de Boldervaart? Is dat B, de Bokkenvaart? Of is dat C, de Bonkenvaart? Boldervaart, Bokkenvaart of Bonkenvaart? Nou, zegt u het maar. Ja. Ik krijg net door dat ik niet in beeld ben. Nee. Maar dat is zo gepland door Ton. Want anders zijn de vragen niet goed te lezen. En ja. Ik ben nog niet naar de kapper geweest. Nee. Gerard wel? Ja, ik wel. En hij heeft zich ook niet geschoren. En het is goed gelukt. Goed gelukt, hè? Kappertje. Kappertje. Kost wat, maar dan... Vraag 20. Hoe noemen we... Oh, dat is een mooie vraag. Ja. Dat is eentje voor de kennis. Dat is echt... ik denk dat Leo uit de Hoeven deze ook wel weer weet. Quinten van der Vrie weet hem zeker. En ik denk Peter van Erik ook wel. Ja. Hoe noemen we bij het jaarlijks kaatsen een team? Is dat een ensemble? Is dat een partituur? Of is dat een groep? En dit is het kaatsen. Het is een heel bijzondere sport. Het is een bijzonder spel, maar er zitten stadions vol met mensen. Ja. Is ook alleen in Friesland wordt gespeeld, volgens mij. Ja, dat geloof ik ook. Ja. Ik denk dat je ook Fries moet zijn van boord. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar hoe heet dat dan? Een team? Is dat een ensemble, een partituur of een groep? Dat gaan wij niet zeggen. Oei, volgende provincie. We gaan snel. We gaan als een dolle. Wat is de volgende provincie? Dus Grun. Ja, ik wou de slogan zeggen van Groningen, maar dat ook even. Nee, dat is misschien... Vraag 21. Welke van deze Groningse straten komt niet voor in Monopoly? Of Monopoly? Monopoly, kan ook. Dat is maar net hoe ik het kijk. Is dat A, het A. Kerkhof? Is dat B, de Herenstraat? Of is dat C, het Bleekveld? Oeh, moeilijke vraag. Ja, moeilijke vraag. Pittig. Ja. Ik weet niet of Team Karels uit Capelle meedoet. Die weten dit. Dat zijn spelletjes. Mevrouw Hennika, als het die mevrouw Hennika. Ja, die moet dit weten. Ja. Die moet het zeker weten, want die komt uit het prachtige Buffalo. Ja, in Grun. In Grun, ja, zeker wel. Buffalo. Oh. Ah, gelukkig. Ik denk, hij deed het. Wat is de naam van de bekende Groninger studentenvereniging? Ja. Pas nog in het nieuws geweest. Ja, die zijn iedere week wel in het nieuws. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. Vindicat. Of Minerva of Unitas? Vindicat, Minerva of Unitas? Dat was nog iets anders met dat Minerva, toch? En met Unitas volgens mij ook. De L van Minerva. Wie was dat? Ja,
Ja, het was de Isle of Minerva. Ja. Ja. Ze zien er wel netjes uit. Ze zien er prachtig uit. Dat is denk ik aan het begin van de avond. Ik denk het wel, ja. Ja. Leuk volk. Ja, krachtig volk. Schijnt. Vraag 23. Ja, dat is ook een mooie vraag natuurlijk. Als je wel eens met de trein naar Groningen bent geweest, dan ben je echt een takkenend onderweg geweest. Maar dan heb je ook deze meneer met zijn paard gezien. Maar van wie is dat paard wat voor Groningen CS, Centraal Station Groningen, staat? Is dat het paard A van oom Roelf? Is dat B het paard van oom Berend? Of is dat C het paard van oom Loeks? Oom Roelf, oom Berend of oom Loeks? 5 seconden. Aardig standbeeld, weet je niet? Ja, het is een beetje modernistisch, maar vooruit. We doen het ervoor. Modernistisch zelfs. Mooi, oh, ja? Ja, ja, zo heet dat dan. Ja, dat is... Nou, stellen maar. Ja, daar is die. De slogan van Groningen. Wat is de slogan van Groningen? Is dat A, Groningen? Nou, goed. Of is dat B, er gaat niets boven Groningen? Of is dat C, gezellig, gezond, Groningen? Ja. Eigenlijk, ze zouden het alle drie kunnen zijn. Het zou wel helemaal kunnen. Toch? Dat is al opvallend, hè? Het provinciewapen zit ook een beetje van die pompenblaren. Ja, maar dit zijn hartjes, hè? Dat zijn geen pompenblaren, ja. Dat zijn hartjes. Misschien zullen we daar straks nog wel een vraag over, hoeveel hartjes dat erin zitten. Ja, zou kunnen. Zou kunnen. Moeten we er nog wel even bij zetten. Daar zit er nog niet in. Nee, maar nu zaten de mensen snel te tellen natuurlijk. Oh. Ja. Ik ging te snel. Ja. Sorry. Voetbalvraagje. Welke voetballende broers debuteerden voor FC Groningen? Ja. Maar dat de gebroeders Koeman, de gebroeders De Boer of de gebroeders Muren? Ja. Leuk. Oh, sorry. Oh, sorry. Leuk weetje. Ja. De gebroeders De Boer zijn vandaag jarig. Nou, of van de week. Gisteren. Ja. Sorry. Ik kreeg vandaag te horen dat ze gisteren jarig waren. 50 jaar. Ja. Jongen. Ja. Het is wat. Hoor. Het is, Je ziet ze hier niet trouwens, hè, op de foto. Nee, dat zijn ook niet de broers waar het om gaat. Nee. Nee. 5 seconden. Gaat lekker zo, hè? We gaan al richting de helft. Man, we gaan... Oh, kijk nou. Dat is mooi. Ja, vind je het mooi? Ja. Ja, want? Drenthe. Prachtige provincie. Ja. Ja. Met de hunebedden. Ja, precies. Hey. Maar hij komt ook uit Drenthe. Bartje. Vraag 26, want waarvoor bad Bartje niet? Bartje uit de televisieserie van het boek ook, denk ik wel. Was dat? Was dat A voor schorseneren? Was dat B voor zuurkool? Of was dat C voor bruine bonen? Ook toen was het stil op de straat. Hè? Vanavond is het stil op straat, maar toen was het ook stil op straat. Ja, het is allemaal lekker. En hij zei, ik bid niet voor schorseneren, of ik bid niet voor zuurkool, of ik bid niet voor bruine bonen. Wat zei Bartje? Dat was het. Dat was het, hè? 5 seconden. Is dat nou Plazino Tjallop of niet? Nee, dat geloof ik niet. Niet klassiek. Als je dat soms had. Nee. Alleen dat mensen thuis dat denken. Hé, het gaat wel heel snel. Wat is het? Heel snel. Je zei net hunebedden. Hunebedden. Wat zijn hunebedden eigenlijk van oorsprong? Zijn dat gewoon restanten uit de ijstijd? Zijn dat graven? Of zijn dat hele oude wegwijzers? Ze zeiden van, je moet bij dat hunebed met die 12 stenen moet je linksaf. Ja. Of zo. Ja, en een hunebed met 10 stenen is rechtsaf. Ja. Zijn het resten uit de ijstijd? Zijn dat graven of zijn dat wegwijzers? Zijn in elk geval flinke kaaien. Dat is zeker. Met Norg. Zijn het hunebedden met Norg? Nou, dat kan je vertellen. Er is zelfs een hele hunebedroute. Gezellig. Ja. Heb jij die wel eens gedaan of niet? Nee. Nee, daar kan ik je nog wel een verhaal over vertellen. Is dat genot nog niet mogelijk? Maar dat ga ik, ga ik in de pauze. In de pauze, okay. Ja, dus dan zet ik het geluid even uit. Gelukkig is het bijna pauze. Ja. Ik denk dat het tijd is voor vraag 28. Wat denk jij? Of is het nog geen tijd? Oh, vraag 28. Moet ik ook een Tweede Wereldoorlog vragen in deze quiz zitten, dat snap je. Hoe heet het Drentse doorvoerkamp uit de Tweede Wereldoorlog? Is dat A, Oosterbork? Is dat B, Westerbork? Of is dat C, Zuiderbork? In elk geval geen Noorderbork. Ja. Terwijl het toch in het noorden lag. Dus je zou zeggen, dat, ja, dat is allemaal bijzonder. Ja. Ja. Dus, indrukwekkend ook om daar te zijn. Ben je ooit in Drenthe? Ja, ik zeg niet dat het moet. Die hunebedden kunnen nog even wachten. Die hunebedden, maar dit kamp, dat is toch wel goed voor je. Als je daar even... Zeker. Vraag 29. Dit is een vraag voor Theo. Theo. Theo Ramper. Theo, Tony. Tony.
Gert-Jan Kaptein. Kaptein is die meedoet. Ja. Ja. Wim Bergsen. Wim Bergsen natuurlijk. Ja. Waarvoor staan die letters TT bij de jaarlijkse racewedstrijden? Waar gaan die mannen elk jaar naartoe? Is dat de Time Trophy? Is dat de Team Trophy? Of is dat de Tourist Trophy? Ja. Ja. Begin met een T. Ja, en ja, ik denk het is iets met trophy. Ja. Ja. De Time, de Team of de Tourist Trophy. Mooi evenement. Jullie mogen het zeggen. Er is ook minder gedoe over dan over de Formule 1 in de Zandvoort. Ja, 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 ja. En allemaal voor niks. Ah, dit is ook een fijne vraag. Dit is een mooie vraag. Dit is ook weer een, een Quinten van de Vrie vraag. Ja, 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 ja. Misschien Leo uit de Hoek ook wel. Leo, die heeft hier ook op gedaald. Nou. Ah, dit is ook een fijne vraag. Dit is een mooie vraag. Dit is ook weer een, een Quinten van de Vrie vraag. Ja, 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 ja. Misschien Leo uit de Hoek ook wel. Leo, die heeft hier ook op gedaald. Nou, Leo. Ja, ja, Leo. Jawel, Leo. Leo kan wel dansen. Vraag 30. Hoe heette de zanger van QB en de Blizzards? Was dat A, Herman Brood? Was dat B, Harry Musquet? Of was dat C, Hans Lafaye? Ja. Ja, de zanger. En ze hebben alle drie deze namen zitten in, of zaten in QB en de Blizzards. Herman Brood is natuurlijk overleden, maar misschien niet. Maar ja, was hij de zanger toen? Die andere twee, ik denk, dat weet ik niet zeker. QB en de Blizzards. Ik noem eens een hit van QB en de Blizzards. Het is jouw tijd. Het is tijd. het is pauze, denk ik, hè? Ik krijg net door een fijne vraag van QB. Ah, ja, dat dacht ik ook. Mooi, mooi, mooi. Weet ik ook hoor. Ik was er al bang voor. vraag 30 hebben we gehad. Vraag 30 hebben we gehad. Dus we zijn halverwege de quiz. Dus is het tijd om even naar de wc te gaan, de koffie te verversen of even chips te pakken of wat je ook gaat doen. Ja. We hadden over een minuutje of vijf gaan we verder. Dus even pauze. Ja. En dan zien we blijven weer gewoon live. We zetten het geluid even uit. Geluid even uit. Die slurpgeluiden niet van ons.
Zo mensen, daar zijn we weer. Daar zijn we weer mensen. Ik zal even wat foto's laten zien. Van hoe de thuissituatie is. Is dat, ja, dat is wel redelijk te zien zo, hè. Dus, de familie Draaidijk thuis. Dit is, ik denk bij jou, ja, dat is bij ons thuis. Ja, dat is een beetje moeilijk te zien. Zeker. Geen idee. Ah, dat is mijn nichtje uit Schijndel. Met een man en dat dochtertje. Hallo lief. Er is een tv ergens. Oh, dat is bij mijn zusje. Zwager Jan, je doet gewoon mee. Fantastisch. Leuk. Familie B. Hey Marilon. En hier hebben we nog de winnaars van de Oranje Quiz. De familie van de Vrie. Dit is bij Carolien thuis volgens mij. Hier hebben we mijn vader en moeder. En Giel en Pepijn, die doen ook nog mee. Dus leuk dat er van alle kanten mensen meedoen. Maar ik denk dat we gauw verder gaan, want er wordt al geroepen om de volgende vraag. Ja, ik snap het. Ik snap het. Nou, Ashley wil ook nog even in beeld. Doe nog even. Ashleytje, mijn gewaardeerde collega. Gezellig. William en Heidi, leuk. Goed, we gaan verder met Flevoland. Eén seconde, even de tijd. De tijd heb ik gevonden. En dan is de eerste vraag over Flevoland. Welke gemeente heeft de meeste inwoners in Flevoland? Dat is een van deze drie. Dat is dat hele lastige. A. Urk, is dat B. Lelystad of is dat C. Almere? Het geluid staat eraan, hè? Ja, ja nee, het geluid staat eraan. Gelukkig, zeker. Ja, moeilijk. Moeilijke vraag. Lastige vraag. Ja. Urk. Mooie gemeente, Urk. Ja, Urk, ja. Ja. Besloten. Lelystad, altijd gezellig. Almere, is Jorritsma dan nog burgemeester of niet? Dat weet ik niet. Annemarie? Nee, weet ik niet. Nee, weet je niet? Nee. Flamboyante vraag. Ja. Ja, kwakleven, niet zeker. Ja, ja, ja. Oh. Maar nou. Flevoland bestaat uit Zuidelijk Flevoland, de Noordoostpolder en... Ja. Noordelijk Flevoland, Oostelijk Flevoland of Westelijk Flevoland? Ja, Zuidelijk. Is dit in elk geval niet? Dat weet ik niet. Nou ja, die staat er al bij. Nee. Noordelijk, oostelijk of westelijk Flevoland? Weet je trouwens hoe dat beeld heet? Dat kunstwerk? Oh, ik dacht dat het een hoop betonstaal was. De Kakker. Leuk. Dat is ook een van mijn favoriete provincies. Flevoland, ik heb het idee van niet. Echt. Flevoland is toch mooi? Een stukje extra Nederland. Ja. Ik had er niet genoeg Nederland hebben. Ja, nee, is waar. De Duitsers zijn dol. 3 seconden. Kunnen we alsjeblieft stoppen over Flevoland? Ja, we hebben nog een paar vragen over Flevoland. Hij vloept een beetje. Ja. Vraag 33. In welk jaar, en als je meegedaan hebt met de Koningsdagquiz, dan zou je deze nog moeten weten. Ja, dan moet je geheugen niet zo heel best is. Dan moet je met Max mee gaan doen. Geheugentrainer. Maar in welk jaar werd Flevoland onze 12e provincie? A. 1974. Mooi jaar ook. Hè, met ja, de GK. Prachtig jaar. B. 1980 of C. 1986. Dus wanneer werd Flevoland onze 12e provincie? 74, 1980 of 1986? 5 seconden. En dit is juist koningin Beatrix of prinses Beatrix. Dat ligt eraan. Dat ligt eraan wanneer het was. Ja, dat gaan we niet zeggen. Nee, ik ga het niet zeggen. Ik heb even problemen met de tijd. De tijd, ja. Het waren 35 seconden, sorry. Ah, dat is niet zo. We lopen een beetje uit. Hoe heet de dijk tussen Lelystad, Flevoland, en Enkhuizen, Noord-Holland? Ligt daar een dijk? Daar ligt een dijk, zeker te weten. De Ingenieur Wieringdijk, de Houtribdijk of de Afsluitdijk? Ja. Ik heb er een keer mogen fietsen. We waren met 4 man in totaal. En we hadden wind tegen. Ja. Het was geen pretje voor sommigen. Nee. Heb je de Afsluitdijk ook wel eens gefietst? Nee, daar heb ik nooit gefietst. We hebben eigenlijk 2 keer gefietst. De eerste keer was het zo verschrikkelijk warm. Het was de warmste dag van het jaar. En het leek ons wel een goed idee om een rondje Markermeer te gaan fietsen. Dat was het niet. Goed verhaal. 2 seconden. Had een Dijkse dijk en die was gefietst. Jawel. Jawel. Vraag 35. Dat is een vraag voor de jongere kijkers. En quizspelers, denk ik. Want hoe heet het pretpark wat in de buurt van Biddinghuizen ligt? Hoe heet dat tegenwoordig? Want het heeft al 86 verschillende namen gehad, denk ik. Maar ja. Het gaat om de naam nu.
Is dat A, Six Flags Holland? Is dat B, Walibi Holland? Of is dat C, Movie Park Flevo? Ja. Ja. Moeilijke vraag. Hou jij van die achtbanen? Nee, maar zoals mijn neef zou zeggen, ik vind het wel leuk. Oké. Okay. Deze ook, met die loopings? Ja, fantastisch. Oh, ja. Ja, Flevoland en wel, dat is een gewetensvraag. Ja. Ik denk Overijssel. Ja. Overijssel. Ja hoor. Ja hoor, dat is het. Nou. Ja, gaat er maar aan staan. Welke Overijsselse stad heeft de meeste inwoners? Is dat Enschede? Is dat Deventer? Of is dat Zwolle? Enschede, Deventer of Zwolle? Enschede, Deventer. Deventer. Of Zwolle. Zwolle. Zwolle City. Zwollywood. Leuke stad, Zwolle. Komt zo nog een vraag over Zwolle. Ik heb mijn mond nog wel eens verbrand in Zwolle. De bollen van Zwolle, ken je hem nog? De bollen van Zwolle, het lek van Pek. Ja, zeker. Een appelgebak. Sorry, er waren al 30 seconden, mensen. Ik zat te kwetsen. Ja, mooie vraag weer, hè? Ja. Ook weer voor Leo en zo, Leo en consorten. Want hoe heet de zanger van de Achterhoekse band Normaal? Is dat Gerard Joling? Is dat Benny Jolink of is dat Barry Hay? Hey, Barry. Goeie vraag. Goeie vraag. Kijk uit normaal. Heuken. Weet je wat het is? Heuken. Feesten, hè? Mooi, hè? Feestje bouwen. Mooi. Heuken bouwen. Prachtig. Ja, ja. Vijf seconden. Tien is met Sinotto en Bert is op... Nee, Bert is met Sinotto. Oh, zoiets. En tien is op de BSA. Ja, maar begin er nou niet over als je het niet weet. Jawel. Nee. Zo is het. Nee. Zo is het. Het is een BSA. BSE. BSA. Oh nee, BSE was die ziekte. Dat is niet goed. Die koeienziekte. Dat is de koeienziekte. De koeienziekte. Kreutzfeldt Jacob. Gekke koeien. Ja, dat kan ik van drinken krijgen. Schijnt. Oh. Veel drinken. Ja. Vanwege welke industriesoort is deze provincie van oudsher bekend? Is dat tot aardgas, olie of textiel? Ja, zo'n examenvraag. Ja. Over de geschiedenis van Nederland. Ja. Zit, dit soort vragen zitten er altijd in. Dus mensen die pas een examen hebben gedaan, moeten het weten. Ja. Vraag van normaal is in de verkeerde provincie. Dat zou... Nee, toch? Dat is de Achterhoek. Is toch Overijssel? Nou, als Kobi het zegt, zal het wel waar zijn. Ja, sorry juf Kobi. Sorry juf Kobi. Eén fout is nog een nee, hè? Zou een andere meedoener van de quiz zeggen. Ja. Jan Lucas. Ja. Vraag 39. Ja, wie... dat is een mooie vraag. Wie noemden of wie noemde Zwolle het Den Haag van Overijssel? Ja. Is dat A, Herman Finkes? Is dat B, Van Cote en De Bie? Of is dat C, Wim Kan? Ik zeg het zelf ook regelmatig. Ja, zeker. Als Zwolle voorbij komt, dan klapt er mij gelijk achteraan. Den Haag van Overijssel. Ja, dat ja, kan er niks aan doen. Vaker dan onze lievels. Ja, 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 ja. Achterhoek Gelderland, ja, dat klopt. Sorry, Michiel. Ik heb gelijk. Oh? Ja, klopt. Ja, oké. Okay. Ja. Sorry. Ja, jammer. Nog een zullen we toch nog een keer een quiz moeten doen? Nog een keer helemaal dus. Foutloos te maken. Ja, ligt eraan. Wie er gewonnen heeft. Oh ja. Vraag 40 alweer. Welke van deze drie steden is geen Hanzestad? Is dat Almelo, Kampen of Zutphen? Zijn het eigenlijk de Hanzesteden? Wat was dat? Ja, dat zijn handelssteden, hè? Stedenlandse handelsroutes. Ja, een verbond dus, van handels. Ja. 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 Mooi, ik ben wel eens in de Hansestad Tallinn geweest. Tallinn, daar dus zijn we wel eens geweest. Prachtige stad. Ja? Echt, ja, aanrader. Ja, prachtige stad. Niet ver. Het is ver. Gaan nou, we nu naar de provincie van Normaal. Van Normaal, ja. Ja. Provincie van Normaal, dat is die. Vraag 41, want in welke stad wordt... Oh, dat weet jij alles van natuurlijk. Ja, er zijn er meer die dit weten, mag ik hopen. Er zijn er meer die dit weten, ja. Maar Arjan heeft hem gelopen. In welke stad wordt ieder jaar de Zeven Heuvelenloop georganiseerd? Is dat... A in Arnhem, B in Apeldoorn of C in Nijmegen. Gaat hij ook echt over Zevenheuvelen? Ja. Ik heb het al eens gevoeld. Ah, de naam doet erger vermoeden dan de loop zelf is, hoor. Jawel, maar toch. Maar het is ontzettend leuk. Het is goed georganiseerd. Het is gewoon een feest. Sommige mensen één doffe LM voor jou. Ja, nee. Achteraf is het altijd feest. Kan niet gek genoeg. Daarom. Ja, een oranje vraag. Geen oranje quiz, maar wel een oranje vraag. Welke van Oranje woont er in Paleis het Loo in Apeldoorn? Is dat prinses Irene? Is dat prinses Mabel? Of is dat prinses Margriet? En in het paleis, bij het paleis. Ja, ze woont niet echt hier. Voordat we weer kritiek krijgen. Ja, ja, oranje, mooie kleur ook, hè?
Oranje is de kleur van gekte. Oh. Weet je wie dat zijn? Nee. Republikein. Nee. Oh. De heer Van Gogh. Theo? Nee, Vincent. Oh. 3 seconden. Cruijff vond het ook een prachtige kleur. Dat uiteraard. Dat is logisch. Dat is logisch. Ja, 43. Ja, dit is ook weer even een terugkomvraagje uit de vorige quiz. Ja. We hebben hem de Tom weer ingegooid als de Tweede Wereldoorlog kennis. Tenminste kennis, een beetje kennis. Vraag 43. Naar welke officier is de vernieuwde Rijnbrug vernoemd? Is dat A, Jack Forrest? Is dat B, John Frost? Of is dat C, John Forrest? Ja. Dat is ook wel een vraag waarbij mensen toch wel een tip nodig hebben misschien. Ja. Het is iets met, ja, met een F en met een J. Ja. Ja. Goeie tip. Mooi belegd ook. Ja. Dat is een Engels officier, hè? Ja. Ja, dat is een goede officier. Die heeft die brug veroverd, maar het moest toen toch wel terugtrekken. Ja. Hij heeft hem wel een stuk veroverd. De eerste keer, hè, was dat. Ja. Dat ze Arnhem ingingen. Marcus Arnhem. Vraag 44. Uit welke Gelderse stad komt voetbalclub De Graafschap? Is het uit Barneveld? Barneveld. Winterswijk? Of Doetinchem? Waar komt De Graafschap vandaan? Ken je de bijnaam van De Graafschap? Nee, vertel. Nee, dat weet ik echt niet. Ja, natuurlijk wel. Ja, wat is het dan? Superboer. Superboer. Ja. Mooi club. Geuzennaam, hè? Geuzennaam. Mooi. Ja. Goed shirt. Ja. Mooi. Kleuren van SVH, hè? Dus dat is goed. 5 seconden. En dan? Volgende vraag. Oei! De kippenvraag. Dat is ook een goede vraag. Ja. Op welke foto zie je namelijk een kip van het ras Barnevelder? Je mag het zelf zeggen. Is dat de foto A, foto B of foto C? Barnevelder. Die legt goede eieren, hè, Barnevelder? Ik zou je zeggen, ik moest hem opzoeken. Ik wist het niet meer. Daar maken ze ook lekkere dingen van. Van een advocaat. Kip Kerry. Advocaat, jongen. Tokoro. Kip Kerry van, Kees Mol. Molletjes kipsalade. Mijn nichtje uit Schijndel is daar helemaal, helemaal verslaafd aan. Ja, dat is ook niet goed. Marieke. Ja, dat is echt. Dat is ook niet goed. Als je verslaafd bent aan Kip Kerry. Ja, maar daarom neem je niet zo vaak mee. Maar je haar niet op die salade. Die salade. Ah, gelukkig. Dit. Zeg het maar. Het kan maar één provincie zijn. Ik denk het ook. Utrecht. Ja, vraag 46, ook weer een mooie geschiedenisvraag. Van welke Romeinse naam is de huidige naam Utrecht afgeleid? Is dat A, trajectus? Is dat B, Utrechtum? Of is dat C, trajectum? Van welke Romeinse naam is dat afgeleid? Het stond hier, maar dat hebben we natuurlijk even weggeshopt. Ja. Dan, mensen met goede ogen. Ja. Trajectus, Utrechtum of trajectum? Je moet het maar weten. Dat is ook, was de noordelijke grens van het Romeinse Rijk, hè? Oké. Okay. Ja. De Hunlijn was dat. De Haarlem, Utrecht, Nijmegen. Oké. Okay. Nijmegen, goed. Weet je de Romeinse naam van Nijmegen? Toevallig? Nee, dat weet mijn neef Peter weet dat wel. Ja? Die werkt in Nijmegen. Ah, Novio Marus. Dat is ook mooi. Volgens mij is de tijd al lang op. Ik denk het wel, hè. Daar praat ik hem ook even voor. Heel goed. Vraag 47. In welke Utrechtse plaats vinden we Paleis Soestdijk? Dat is een makkie natuurlijk, hè? Soestdijk. Baarn, Hilversum of Soest? Baarn, Hilversum. Wie woonde daar in Soestdijk? Daar woonde eerst koningin Juliana en prins Bernhard. En later prinses Juliana en prins Bernhard. Kan je melden dat de Russische tsarendochter, Anna Paulowna, heeft er ook gewoond. Wat leuk. Dat is mooi, hè? Maar prins Bernhard... Doe maar niet. Hoeft niet. Nee, doe maar niet. Nee. Favoriete dier van Prins Bernhard? Ja, dat weet ik nog. Ja. Je was in de vorige keer, hè? Een olifant. Olifant. Ja. Zoals mijn nichtje Mout zegt, een olifant. Een olifant. Die met een olifant. Of een hond. Kan ook. Nezel. Namstel. Oh. Nee, zie je. Burgemeester, ja. Hadden we nou 47? Ja, dat is eigenlijk 48. 48, ja. Heel goed. Welke Utrechtse zanger of zangeres deed 2 vergeefse pogingen om burgemeester te worden van Utrecht? Ja. Was dat A, Claudia de Breij? Was dat B, Kiteman? Of was dat C, Henk Westbroek? Ja. Weet je trouwens hoe de burgemeester van Utrecht heet? Dat is meneer Van Zanen. Jan, ja. Kennis, hè? Ja, ik mag meneer Van Zanen zeggen. Ja, ik zeg ook meneer Van Zanen. Ja. Misschien worden we ook nog eens collega's hebben weten. Dat zou leuk zijn. Dat hij leraar wordt.
Ja, dat kan. Misschien is die dat wel. Zou zo maar kunnen. Er zijn trouwens meer leraren burgemeester geworden. Ja, op geluk. Dat bedoel ik. Onder andere. Vraag 49 alweer. Ja, gaat erop. Dat is ook een moeilijke vraag. Hoeveel studenten studeren er bij benadering in Utrecht? Zijn dat er 30.000, 60.000 of 100.000? Een beetje ruime getallen genomen, hè? Want anders is het te lastig natuurlijk. Het is wel... volgens mij zijn deze jonge mannen niet echt aan het studeren. Die zijn aan het chillen, hè? Die hebben de hele dag op de universiteit gezeten. Kaart gewerkt. In de bibliotheek. Ja. Ja. Ze hebben tijd voor een biertje. Bier. Ja. Ik heb echt wel ontzettend veel zin in bier. Ja. Ik ben benieuwd welk dispuut deze gaat worden. Onze sweater heb ik aan. Ja, heel goed. Heel goed. Met mijn bier. Tijd. Die stereotype engels die nu zijn. Ja. Zijn het wel. Oei. 50. Oh. Ja. Dit is een kennisvraag. Dit is een kennisvraag. Want op welke foto is de Domtoren te zien? Is dat op foto A, foto B of foto C? De Domtoren. Ja. Weet jij de foto's die het niet zijn, waar die gemaakt zijn? Enig idee? Gaan we dat niet zeggen? Kunnen we zeggen, toch? Ik denk dat er eentje gemaakt is. Ik denk... Is dat Brugge? Eén van de drie? Ja. En de ander, dat zou zomaar is... Is dat Gent? Ja, keurig. Ja. Gent en Brugge. Bruges. Gent en Brugge. Brugge, ook aanraden mensen om daar eens een keer te gaan. Prachtig. Gent ook. Gent ook, ja. Oh, ja. Studentenstad ook. Ja. Oh, we gingen te snel. Zie je? Hij vloekt dan. Hij vloekt dan even door. Dus een, Noord-Brabant. Och, prachtig. Ja. Prachtige provincie. Ook, heel wat Brabantse mensen. Dus, heerlijk. Je komt er zelf ook vanuit. Jazeker. Jazeker. Meneertje Lis, die gaat nu shinen. Die gaat shinen? Ja. Let op. En de eerste vraag, prachtige vraag. Net werd hij al genoemd, hè? Vincent van Gogh. Maar in welke plaats zag hij het levenslicht? Was dat A in Nuenen? B in Zundert of C in Vught. En dat is natuurlijk het geboortehuis van domineeszoon Vincent van Gogh. Wist je dat Van Gogh zelf ook dominees geweest? Nee, tijdens dat wist ik niet. Ja, heeft in België gewerkt. De kolenmijnen. Hij werd daar de Christus van de kolenmijnen. Oké. Okay. Mooi, hè? Maar toen die tekeningen maken en dat ging hem toch... Dat kon hij beter. Nou, ja. Dat zegt het verhaal niet. Of in ieder geval meer mee verdiend. Hij heeft daar meer mee bereikt. Ja, nou, hij heeft er niet zoveel mee verdiend. Hè? Oh nee, natuurlijk. Dat is meestal zo met kunstenaars. Nuenen, Zundert of Vught? De heer Van Rijn, die verdient het dan allemaal. Vraag 52. Leuke vraag. Ja, leuke vraag. Op de kathedraal van welke stad vinden we deze bellende engel? De bellende engel. Is dat in Den Bosch? Of in Breda? Of in Eindhoven? Eindhoven direct. Ja. Bellende engel. Heb je wel eens gezien, de bellende engel? Nee, ik heb hem nooit gezien. Nee? Ja, nu. Ja, oké. Okay. Nee? Hij staat er, hè? Ik geloof het. Ja. Ben je wel eens in Den Bosch geweest? Ik ben wel eens in Den Bosch geweest. Breda? Den Bosch, hè? Dus van de Bossebol. Van de Bossebol, hè? Bossebollen. Ja. Bakker de Groot, hè? Ik heb wel eens een rutsje op Bossebollen maken gedaan. Dat lijkt me echt... Ja. Dat lijkt me een leuk klusje ook voor Ro. Om dat samen Ro een keer te doen. Ronald? Ik denk dat hij er van top tot teen onder zit. Ik denk het ook. Mooi hoor. Altijd een zootje, een bossenbol. Ja, maar een lekker man. Ja. Oh, ja. Ik vind ook wel een vraag voor jou. Maar jij kan dit het beste... Ja, nee, dat kan ik dus niet zo goed. Wat betekent het woord zibbedeeske? Zibbedeeske. Is dat iemand die verlegen is? Of gierig? Wel een andere woorden. Of hulpbehoefte? Oh ja, sorry. Is dat zibbedeeske? Is dat iemand die gierig is? Of verlegen? Of hulpbehoevend? Weet je trouwens wie die vrouw is op de foto? Je zou die moeten kennen. Nee. Van pure stress vergeet ik de tijd te starten. Het is jouw kleuterjuf van vroeger. Geloof ik niet. Nee, ik ben niet. Nee, daar niet. Heb ik slechte herinneringen aan. Ja, serieus. Ja. Volgens de overlevering kreeg ik al huiswerk mee op de kleuterschool. Dan kijken ze wat op jou gehoord is. Dat heeft die juf gewoon goed gezien. Dat heb ze goed gezien. Ja, dat dacht ik. Maar dat was geen succes. Nee. Zibbedeeske. Vraag 54 voor de carnavallers onder ons. Ja. Wat is de titel van de rechterhand van Prins Carnaval? Is dat een majoor? A. Is dat een officier? B. Of is dat C. De adjudant? Ja. Ben jij een carnavaller? Nee. Nee, hè? West-Brabant, hè? Oh, ja. Ja. Ja,
en ik ben een protestant, dus ja, dat gaat niet kan wel. Nee. Weet je, protestant gaat niet kan. En je bent ook niet van het verkleden, hè? 5 seconden. Alleen ik ga fietsen, hè? Ja. Ja. Een lycra pakje. Ja, lekker hoor. Altijd goed. Altijd goed. Strak ook beter. Oep. Op. Oh, die is een lekkere vraag. Hey. Lekkere vraag. Ja. Een worstenbroodje. Hoe lang is een gemiddeld worstenbroodje? Een worstenbroodje. Is dat 8, 10 of 15 centimeter? Dat is wel een vraag voor kennis, vind ik dit. Of, ja, ja, ja. Ja. Dan kan je met dat gehakt zo. Oh, zo. Man. Je krijgt er gewoon zin in. Je ziet, de dap, die komt eraf. Ja. We hadden net bij de koffie en de thee hadden we noobly. Noobly. Ook niet gek, hè? Van, nog. Maar een worstenbroodje? We hebben er nog meer. Ah, ja, ja. Als iemand nog zin heeft, dan gaan we naar de gerientekamp. Ja. Hoe? Limburg. Limburg. Als ik goed geteld heb, is dat de laatste provincie. Jazeker, want we gaan zo met vraag 56 beginnen. Limburg. Hoe hoog is het hoogste punt? Dat gaan we niet doen. Hè? Hoe hoog is het? Dat was een beetje Titula. Ja. Ja. Maar dan vandaag een vraag hebben. Hij is van de toekomst. Titula, huis van de toekomst. Ja. Hoe hoog is het hoogste punt van Nederland? En dat is de Waalserberg. En je ziet hem hier achter. Ja, prachtig. Waalserheuvel, kun je ook zeggen. Wij hebben hem gefietst, hè? Ja, 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 ja. Is die 132 meter? Is die 233 meter? Of is die 322 meter? Is dit een vraag voor een tip? Er zit een 3 in. En er zit een 2 in. Ja. Haalseberg, 3 haarspelden, 2? Wat is dat? Ja. Raak net niks. Het is eigenlijk nog niks. Leuk om te zien. Welke Nederlandse renner won het vaakste Amstel Gold Race? Ja. Was dat de Kneet? De Kneet. Of was het onze eigen Jan Raas? Of was dat Joop Zoetemelk? Eeuwige tweede. Hier op de foto zien we natuurlijk... Tjeuke. Tjeuke van de Poel. Ach, als ik naar kijk, dan krijg ik nog kippenvel. Ja, ja, afgelopen jaar. Hè. Prachtig. Ja, dat was schitterend. Dat is mooi. Tweede man. Jan Raas. Maar Joop, dat is dit jaar, wat is het? 30 jaar geleden? Nee, 40 jaar geleden. Dat hij de Tour won. Oh, je in? Ja, dat is dit jaar. Ja, dat klopt. Ja, de Tour van 1980. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Goede herinneringen. Dat is jammer. Ja, er komt natuurlijk een tour. Zeg een herhaling dan. Hè? Oh, ja. dit is ook een vraag voor de wat oudere jongeren. Pittige vraag dit. In welk jaar... Of, ja, je moet goed gokken. Dat kan ook, maar... Ja, in welk jaar, moeilijke vraag, hoor. In welk jaar sloot de laatste Limburgse kolenmijn? Ja. Was het 56, 1974 of 1988? Ja. Dat zijn twee mooie voetbaljaren. Ja. Zeker. 56, dat weet ik niet goed. Ja. Was het toen niet de eerste WK of zo? Ja, hij is kampioen. Nee, dat is 1958. Dat is 58. Okay. Pelé. Okay. Pelé dos Santos. Ja. In Zweden. Laatste Limburgse kolenmijn. Ja. Ik zal een tip geven. Als je kijkt naar de bakkenbaarden van de mannen. Ja. Dan zit je een eind in de goede richting. Had gekeken naar de bakkenbaarden van de mannen. Kijk. Hij heeft hem gewoon helemaal uitgeschreven. Ja, denk het aan Holland. Ja. Brede rivieren. Prachtig. Maar als je wel eens bij André Rieu bent geweest, dan ga je deze vraag weten. Want wat is de naam van het grote plein in het centrum van Maastricht? A. De Marienhof. B. De Schoonhof. Of C. Het Vrijthof. Ja. Marienhof. Ja. Het Vrijthof. Ja. Maar ook als je niet bij André Rieu bent geweest, dan kan je het weten. Ah, staat de muziek in. Ja, dat sowieso. De Conor Moore heeft daar wel eens opgetreden, heb ik begrepen. Oh. Ja, al lang geleden. Wie weet dat zeker? Ja, Rienus, hè. Rienus de Bart. Ja. Die was erbij. Ja. Ja. Heeft Rienus mee? Nee, denk ik niet. Oké. Okay. Nee. Saar ook niet. Misschien, hè. Saar zou... Saar zou misschien meedoen. Ja? Ja. Vraag 60. Ja. In welke Limburgse plaats zag Toon Hermans het levenslicht? Mooi vraag. Ja. Was dat in Sittard? Sittard. Was dat in Geleen? Geleen. Of was dat in Roermond? Roermond. Ja. Mooi vraag. Mooi vraag. Goeie vraag. Toon. Ja. Toon. Ja, maar hè, daar had ik nou graag nog eens naar een voorstelling van. Ja. In Carré, lief. Ja. Dat prachtig. Ben je er wel eens geweest, Toon Hermans? Nee. Niet? Nee. Ik ben wel ietsje ouder, maar nee. Waar is die geboren? Sittard, Geleen of Roermond? Ja. Het is in Limburg. Dat sowieso. Nou. Dan gaan we komen bij vraag 60. Volgens mij, ja. Dit was vraag 60. Dit was vraag 60. Oei, dan hebben we nog... De barragevraag. Want stel nu dat er straks mensen zijn die hetzelfde aantal punten hebben. We hebben natuurlijk één vraag nodig die de doorslag geeft.
En dan gaan we kijken wie er dan dichtst bij het antwoord zit van die vraag. Dus ik zou zeggen, kom er maar in. Want... januari 2019. Het waren er een berg. Het waren er een heleboel. En het is niet zeker dat die mensen die hier allemaal lopen, dat die er ook inwoners van die stad waren. Hoor. Nee, dat zou... Kijk omheen, hoe begint het binnen? Die kan wel even laten zien. Oké, de verbinding is weer terug. Hij lag er even uit. Als jullie nog niet op de verzendenknop hebben gedrukt, dan moet je dat nu doen. En dan gaan we tellen.
Ben je eruit? Ja, ik vind het goed. Ja, we zijn eruit, mensen. Staat hij aan? Ja, hij staat aan. Derde plek. Ex aequo. Ja, ja. Dat is de tweede plek dan. De tweede plek is dan ex aequo. Hè? Derde plek is er niet, want één duidelijke winnaar. Dat is heel duidelijk. Ja. Dus op de tweede plaats twee teams. Ex aequo. Het is wel verrassend. Hè? Het is wel verrassend. Nou, ik had het eigenlijk wel gedacht. Ja. Maar... Stel dat we van tevoren namen hadden ingevuld. Als we er een wedje op hadden gezet. Hadden we goed gezeten. Maar dat hebben we niet gedaan. Natuurlijk. Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als... ja, Koningsdagquiz. Als Koningsdagquiz. Isabel, team Isabel. Ja. En team Kobi. Ja, die zijn twee. Die zijn tweede geworden. Ja. Met 54 punten. Maar we hebben wel een verrassende winnaar. We hebben een heel verrassende winnaar. En, we gaan de taart niet op de fiets brengen. Wij gaan de taart niet op de fiets brengen. Het is helaas ook niet dat we de taart naar Kroatië of Engeland moeten brengen. Zonde. Dat zagen we eigenlijk best wel zitten in Kroatië. De kosten van de heenkundige kring. Uiteraard. Uiteraard. Mountainbike mee. Hè? Hadden we gewoon gedaan. Zelfs Engeland hadden we gewoon gedaan. Mountainbike mee. Hoppakee. Ja, maar het is allebei die geworden. Nee. Het is wel in een land. Ja, en we gaan van het eiland af. En we gaan van het eiland af. Het voormalige eiland. Ja, we gaan naar Walcheren. Walcheren, ja. Jazeker. Ja, Roos Schout. Roos Schout is de winnaar. Gefeliciteerd, Roos, gewonnen. Kim, Giel en Pepijn, denk dat die ook 58 gewonnen. 58 punten. 58 punten. Dus knap. Dat is maar twee vragen niet goed. Ja. Wat was het inwonertal van Amsterdam? Nog even voor de mensen thuis. Veel. Veel, ja. 900... Ja, bijna een miljoen. 63.000 of zo. Ik weet het, zoiets. Op Wikipedia. Ja, ja, zoiets. Dus, nou, we hopen dat jullie het leuk vonden. En, vond jij het leuk? Ik vond het leuk. Ik vond het ook leuk. Ja, dus, wij vonden het leuk. Wij vonden het leuk, dus vooruit. Misschien komt er wel een Europa-quiz nog. Ja. Bijvoorbeeld, dat zou de volgende stap zijn nu. Hè? Dus, of een wereldquiz. Nou, dat kan daarna nog. Oh, ja, ja. Hou ons in de gaten via Facebook. Of als je nu meegedaan hebt, krijg je de volgende keer automatisch een mailtje. Of als je zegt van, nou, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Dan moet je ook gewoon zeggen. Ja, dan doen we gewoon niet mee. Dan doe je niet mee, hè. Even goede vrienden. Dus wij vonden het leuk. Ja. Fijne avond nog. Goed weekend. Ja. En we zien elkaar later weer. Doei. Tot ziens. Doei.